Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Slot. Een programma dat speciaal in het leven is geroepen om een beetje vrolijkheid te verspreiden in de huiskamers van Zeist. We hebben weer een mooie aflevering voor u gemaakt met muziek, leuke berichtjes van Zeistenaren en een paar prachtige verhalen. We beginnen met een verhaal van Jetta van Genuchten, dus gaat u er maar even lekker voor zitten. Op zoek naar verkoeling liep een wolfje langs het strand. Daar zag hij op een blokje basalt een dikke garnaal zitten. Daar had hij wel trek in. Maar een garnaal zonder mayonaise is als een ei zonder zout. Het wolfje spoedde zich over het strand, door de duinen terug naar zijn hol. En daar vond hij in de koelkast gelukkig nog een goed gevuld potje mayonaise. Met het potje achter zijn rug liep hij terug naar het strand. Wat een puf hitte, wat een puf hitte, lieverd. Ja, ik zou net uit de kleertjes gaan. Laat je door mij niet weerhouden. Ik zou graag je verfrissende voorbeeld volgen. En terwijl de garnaal uit de kleren ging, zich wurmde uit haar glazen kurasje. Zeg, is dat niet een potje mayonaise dat je daar achter je rug hebt? Dit is pure garnalenzalf, meisje. Ruik eens hoe heerlijk dat ruikt. Ja, zo lekker die zurige lucht en zo kruidig. Dat past goed bij mij. Maar waarom heb je dat eigenlijk bij je? Nou, je moet weten. Ik ben nogal charitatief ingesteld. En dan loop ik zo langs het strand en zie ik allemaal van die garnalen, roze en een beetje verbrand. En die moeten zich dan weer in hun glazen kurasjes wurmen. Ach, en dat vind ik zo'n pijnlijk idee. Ik ben namelijk een teerhartig persoon. En daarom vind ik het heerlijk om ze, voordat ze zich weer aankleden, in te smeren met een weinigje van deze verrukkelijke garnalenzalf. Dus zeg maar wanneer je weer aan wilt kleden. Ah. Na een tijdje gaf de garnaal te kennen dat ze zich wel weer wilde aankleden. De wolf stak gedienstig zijn poot in het potje en begon de garnaal eens even stevig in te smeren. Zeg, moet dat nou zo overdadig? Ja, zeker wel, moet dat overdadig, want ik hou helemaal niet van garnalen die te zuinig in de mayonaise zitten. En in één hap verslond de wolf de garnaal. En de moraal van dit verhaal is: vertrouw nooit iemand die een potje mayonaise achter zijn rug draagt. Voor je het weet zit je eronder. Zoals elke keer nemen we u mee langs de mooiste plekken van Zeist, want u kunt er tenslotte even niet uit. In deze uitzending neemt Patrick jullie mee langs het hertenkamp. En volgens mij had hij wel een dikkere jas aan mogen doen, want het is best fris buiten. We gaan vandaag even een lekker stukje door het bos wandelen richting het hertenkamp. Het is zo'n klein beetje fris en het waait. Maar goed, dan kan de pret niet drukken, want we zijn buiten. En het is lekker rustig, dus we gaan een stukje wandelen. Kijk, mooie bank. We kunnen er helaas niet op zitten, want hij wordt opgeknapt. Toen ik een poosje geleden een oude bank aan het opknappen was, toen vond ik een kwartje uit de gulden tijd.
Ik denk dat ze die hier niet hebben gevonden, helaas. Er zwemt hier weer een eendje en vroeger hing hier altijd een bordje, weet ik nog. En daar stond erop: pas op, hier kwaak ik. Hallo eendje. Een dikke vacht hebben die hertjes hier, hè? Schattige beestjes. Ze houden zich alleen niet echt goed aan de 1,5 meter social distancing. Ik hoorde net iets van mip, maar ik weet niet zeker of dat een van de herten was of dat ik gewoon op een piepbal ging staan van de hond die hem hier heeft laten liggen. Ik ga nu even proberen te communiceren. En wie weet reageren ze. Nee. Miep. Mop. Nee. Nee. Oh. Oh. Die was best goed. Nou, spreek toch een aardig woordje het, hè? Ik hoop dat u genoten heeft van de wandeling en ook echt het gevoel heeft dat u er even uit bent geweest. Dan gaan we nu verder met een prachtig lied van Ramses Shaffy, gezongen door Guus Westdorp. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in deze mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan en met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan
te samen zijn. We zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Nakt in de orkaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat wij weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan. Wij zullen doorgaan. Tot we samen zijn. La 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 la. Wauw, ik kreeg er kippenvel van. U ook? Guus Westorp is componist, pianist en tekstschrijver en hij was een goede vriend van Ramses Shaffy. Hij treedt wel eens op in het Beaufort-huis, dus als straks alles weer normaal is, zou ik zeker het programma even checken. Dan gaan we nu verder met het volgende verhaal. Dit keer vertelt Esther de Jong. Lang, zo lang geleden, toen Burma nog een keizerrijk was. De keizer ging alleen op jacht. Hij was de drukte in het paleis helemaal zat. Want hij zou over een week gaan trouwen met een Chinese prinses die hij nog nooit in het echt gezien had of ontmoet had. Ja, hij had wel een klein schilderijtje van haar gezien, ze zag er hartstikke leuk uit. Maar toch had hij even een momentje voor zichzelf nodig. En in zijn rode mantel op zijn grote bruine paard, met zijn boog om zijn hals en zijn pijlenkoker achterop, reed hij het woud in. Heerlijk. En hij was dat woud nog nauwelijks ingereden of daar zag hij een heel klein zwijntje. Hij dacht, die is van mij, die krijg ik te pakken. Maar voordat hij zijn pijl had kunnen aanleggen, soef, weg was dat zwijntje. En hij dacht, wat, ik zal jou te pakken krijgen. Dus hij spoorde zijn paard aan en ging er achteraan. En daar stond dat zwijntje op een heuveltje. Het leek wel of hij hem aankeek. Hij pakte zijn boog, legde zijn pijl aan en net toen hij zou schieten, valt weg. En zo ging dat, keer op keer op keer. En hij werd fanatieker om fanatieker en hij kreeg een rood hoofd. En hij moest dat zwijntje hebben, want dacht hij wel, hij was toch de keizer. Maar na een paar uur merkte hij dat licht veranderde. De zon zakte en hij ontdekte dat hij ontzettend honger had. Hij keek om zich heen en hij dacht, oh, waar ben ik? Hij wist het niet. Hij begon terug te rijden, dacht hij. En na een paar uur, na een paar uur bereikte hij de rand van het woud. En op dat moment rook zijn neus de geur van een vers gebakken pannenkoek. En daar stond een huisje, een houthakkershuisje, met een vrouwtje op de bank daarvoor. En die zat heerlijk te spikkelen van die ontzettende lekkere grote pannenkoek. Hij reed naartoe, sprong eraf en zei, ik ben uw keizer, bak voor mij 10 van die pannenkoeken. Het vrouwtje stikte bijna in de pannenkoek. De keizer, ze herkende hem van een schilderij dat ze wel eens gezien had. Dus ze boog. Ze zei, ja maar keizer, ik kan niet doen wat je vraagt. Want het rijstemeel is op, ik heb alleen nog maar zemelen. Nou, dan bakt u toch die pannenkoeken van zemelen. Hup, schiet op, de keizer heeft honger. Heeft keizerlijke honger. Hup, geen discussie. Hup. En zij ging het hutje binnen en begon beslag te maken. En ze dacht, oei, 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 oei.
Maar even later kwam ze naar buiten met een schotel met 10 pannenkoeken boog voor de keizer. En de keizer pakte het bord aan en begon heerlijk te eten. Oh, oh, zulke lekkere pannenkoeken had hij nog nooit gegeten. Toen zijn buik vol was en het bord leeg, zei hij, ja, dat waren goede pannenkoeken. Wat was er nou eigenlijk met die zemelen? Het vrouwtje werd wit. Zei, ja, dat is het lievelingseten van mijn zwijnen. De keizer werd ook wit. Toen werd hij rood weer wit. Hij dacht, oh, dit mag niemand te weten komen. Dat de keizer varkensvoer heeft gegeten. Zwijnenvoer als een zwijn. Vrouw, pas op als je dit ooit aan iemand vertelt. Dan laat ik je van top tot teen uitkleiden. Ten eerste, ten tweede insmeren. Van top tot teen met honing. En dan stop ik je in de grootste bijenkorf die ik heb. Onthoud dat goed. Vrouwtje kon geen woord meer zeggen van schrik. De koning sprong op zijn paard met een volle maag, maar wel één zorg in zijn hoofd. Maar daar ging de keizer. En het vrouwtje ging naar binnen. Haar man kwam thuis en iedere keer zei ze, nee, wat heb je toch? Ja, nee, niks. En daar liep ze en ze dacht, ik heb de grootste roddel van het hele keizerrijk. Ik moet het toch aan iemand vertellen. En er kwam iemand suiker lenen, een buurvrouw, en ze wou al beginnen. Nee. Ze kwam in het dorp de volgende dag om boodschappen doen en iedere keer. Ze had het gevoel dat ze wel kon ontploffen. En toen dacht ze, weet je wat ik doe? Ik pak mijn boot, ik ga het aan de vissen vertellen. Want de vissen kunnen het niet navertellen. Ik moet het kwijt. En toen ze bij de boot kwam en een paar slagen had geroeid, zag ze opeens allemaal vissers op het meer. Ze roeide snel terug, stapte uit die boot en begon een goede plek te zoeken waar ze het uit kon schreeuwen. En eindelijk, na een paar uur loop, kwam ze bij een oude tiekboom. Een hele hoge boom en een enorm gat erin. En ze stak dat haar hoofd in dat gat en toen begon ze. De keizer van Burma heeft zemelen gegeten. De keizer van Burma heeft zwijnenvoer gegeten. De keizer van Burma heeft zemelen gegeten. De keizer van Burma heeft zwijnenvoer gegeten. Zwijn. Gegeten. De keizer. En net zo lang tot ze helemaal leeg was. En haar hart rustig was geworden. En helemaal opgelucht liep ze naar huis. Ondertussen in het paleis. Alle voorbereidingen druk bezig. De grote trommelaar van de keizer oefende. En op een dag oefende hij zo hartstochtelijk en zo vol passie dat hij dwars door zijn trommel sloeg. Woep, in twee stukken lag hij op de grond. Hij dacht, ai, 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 oi, oi, oi. Hoe kom ik in een week... Een week aan een nieuwe trommel. En ze had één ding op gaan zoeken. Naar een goede tiekboom. In het woud. En hij zocht 2 dagen. En toen kwam hij bij een tiekboom. Met een gat erin. Een hele hoge tiekboom. Op een hele stille plek. En hij dacht, ja. En hij liet hem omhakken. Naar het paleis brengen. En net precies op de avond voor het huwelijk zou plaatsvinden, was die klaar. En de volgende morgen, heel vroeg, was dat hele plein voor het paleis vol met volk. En boven aan de trap, een beetje rechts, zat de grote trommelaar te wachten. De menigte wachtte, zwaaide al met rode vlaggetjes. Want hij kon pas gaan trommelen als de keizer met zijn bruid naar buiten stapte. En opeens hoorde je, daar zijn ze, daar zijn ze. En hij begon te trommelen. Maar daar kwam
kwam geen trommelgeluid uit. Daar kwam uit. De keizer van Burma heeft zemelen gegeten. De keizer van Burma heeft zwijnenvoer gegeten. De keizer van Burma heeft zemelen gegeten. De keizer van Burma heeft zwijnenvoer gegeten. Is een zwijn, zwijn, boem, 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 zwijn, zwijn. En de menige begon mee te roepen. Zwijn, zwijn, boem, 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 zwijn, zwijn, boem, 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 zwijn. En de Chinese prinses lag al flauw gevallen in de armen van haar nieuwe verse echtgenoot. Die er maar even op de grond legde en zei, met die trommel. En hij pakte zijn zwaard en hij sloeg die trommel aan barrels. Die zou stil zijn. Hij deed een stap naar voren. Als ik ooit nog iemand hierover hoort. Eén woord. Laat ik jullie naapje naki uitkleden. Smeer ik je in van top tot teen met honing. En stop je in de grootste bijenkorf die ik heb. Nou, verder probeerde iedereen het feest voor te zetten. Het werd toch nog best wel een goede bruiloft. En later, als de keizer in zijn draagstoel door de straten ging, boog het volk respectvol. Maar dan hoorde je, als je heel goed luisterde, de keizer van Burma heeft zeemeulen gegeten. De keizer van Burma heeft varkensvoer gegeten. De keizer van Burma is een zwijn, is een zwijn, is een zwijn. Maar gelukkig deed ze het zo zacht dat de keizer het nooit heeft gehoord. Verhalenvertellers Esther de Jong en Jetta van Genuchten zijn beide nauw betrokken bij het wereldwijd vertelcafé Zeist. Dat is een avond waarop verhalenvertellers en luisteraars samenkomen om de hele avond te genieten van mooie verhalen. Wilt u daar nou ook een keertje bij zijn? Op de website van Cultuur Zeist vindt u de data voor de volgende vertelcafés. Dan is het nu tijd voor mijn favoriete deel van dit programma, namelijk even zwaaien. We hebben weer een paar leuke boodschappen gekregen, dus gaat u er maar even lekker voor zitten. Groetjes aan mijn zus en zwager in Driebergen, Joke en Eduard. Even zwaaien. Dag zus. Groetjes uit Crockett, Texas. Doei. En hier hebben we een lieve heersbeestje, rood met zwarte stippen. Heel veel mensen denken dat je aan het aantal stippen kunt zien hoe oud een lieve heersbeestje is, maar dat klopt dus niet. Het aantal stippen staat voor hoe vaak ze een album van Wolter Kroes hebben gekocht bij de Free Record Shop. Zoals je kunt zien is dit lieve heersbeestje een redelijk grote fan van Wolter Kroes, meer dan ik in ieder geval. Hij eet bladluizen. Hey. De lieve heersbeestje dan, Wolter Kroes, eet waarschijnlijk frikandellen. Hey Daisy, wat een superleuk idee om op Slotstad TV de mensen de groetjes te kunnen doen die met de coronacrisis eigenlijk thuis zitten of eigenlijk wel iets te doen hebben van de corona en daarom een leuke boodschap wel kunnen ontvangen. Nou, ik zelf woon in Bilthoven. Ik kom veel in Zeist bij mijn duikvriendjes van Esco Duifwild. Die op dit moment ook allemaal eigenlijk een beetje thuis zitten, want het duiken gaat niet door. Dus ja, we zien elkaar niet. Dus ik dacht van, weet je, dit is een mooie gelegenheid om even de groetjes te doen aan bijvoorbeeld Jack Vijgen van Esco Duifwild zelf. Die echt wel te lijden heeft onder deze crisis, dus ik vind zeker dat we daar de groetjes aan moeten doen. Maar bijvoorbeeld ook Sylvia die in Zeist woont, die normaal in een sportschool werkt, nu gewoon even niet aan het werk kan. Arlette die van het weekend jarig was en ook heel erg werkzaam is bij een bedrijf die op dit moment vol onder druk staat door de coronacrisis. Hallo allemaal, goed zijn alle mensen die thuis zitten. Dit is Hema Zeist. Veel succes! Dag. Dit is een berichtje voor Tim Verbeek van oma. 28 maart 1999 kreeg ik 2 dagen na mijn verjaardag het mooiste cadeau.
Onze eerste kleinzoon was geboren. Een lief ventje van nauwelijks 5 pond, maar met een eigen willetje. Dat zagen we meteen. Lieve Tim, op 28 maart dit jaar ben je 21 geworden. Van harte gefeliciteerd. Je bent uitgegroeid tot een mooie, sterke, volwassen man. Met je studie gaat het heel goed. En je bent heel zorgzaam voor de mensen om je heen. Wij zijn ontzettend trots op jou. En wat ik het belangrijkste vind is dat jij een heel mooi mens bent geworden. Helaas kunnen we jouw verjaardag niet vieren in deze nare tijd, maar dat gaan we alsnog op een later tijdstip doen. Nu breng ik graag op deze manier een toast uit op een mooi en gelukkig leven. Proost! Goos, die bijvoorbeeld ook dit weekend jarig was van Esco Dive World. En zo zijn er veel meer Esco Dive World buddies, duikbuddies, die eigenlijk gewoon op dit moment gewoon even hun passie niet kunnen doen. Want er zijn er ook een aantal die met een instructeursopleiding bezig waren. Een hoop vrijwilligers die gewoon heel veel werk hebben moeten verzetten om uiteindelijk alles stop te zetten. Ja, dat loopt gewoon een heel hoop in de soep. Dus ja, ik hoop eigenlijk mijn duikbuddies gewoon weer heel snel te zien. En hopelijk komen allemaal heel snel deze coronacrisis door. En kunnen we weer gewoon weer verder met hetgene waar we mee bezig waren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die te lijden heeft onder de coronacrisis. Dus allemaal de groetjes in Zeist van Fotokoning. Groetjes. Hoi. Zo, en dan komen we bij Frans. Frans, stel je eens even voor. Ik ben Frans Boonstra. Ik woon op de Dalweg. En ik wil graag de groeten doen aan Carolien, aan Hans, aan Frank en Lisbeth, aan Romy en Mirjam, en Richard en Marina. We wonen allemaal in Zeist, maar natuurlijk ook aan alle lieve buren die wij hier hebben op de Dalweg. Zaten er dit keer voor u ook groetjes bij? U kunt voor de volgende aflevering natuurlijk ook zelf de groetjes doen. Dat is heel simpel en kan gewoon met uw mobiele telefoon. Met de videorecorder neemt u een leuk berichtje op en dat stuurt u via WhatsApp naar het telefoonnummer dat in beeld staat of via de e-mail naar het e-mailadres dat in beeld staat. En heeft u nou een vraag aan ons, wilt u een liedje aanvragen of een speciale artiest zien? Of heeft u hulp nodig bij het maken van zo'n video? Dan kunt u ook gewoon even bellen naar het nummer in beeld en dan helpen wij u graag verder. En dan is het nu tijd voor alweer het laatste verhaal van deze uitzending. Dat wordt verteld door Jetta van Genuchten. Dit is een waar gebeurd verhaal. Vorig jaar stond er op de hoek van mijn straat een waterpijp. Zo'n hele mooie groene met van die bubbels van fles, met gouden versieringen en van die slangen met houten mondstukken, omwikkeld met gouddraad. U moet weten, ik ben een ekster, dus ik vond hem prachtig. Ja, hij stond daar op de hoek van de straat, ik wist niet van wie die was. En mijn buurvrouw Margriet zei, Jetta, is dat niet wat voor jou? Ja, dat was wel wat voor mij, maar ja. Na 3 dagen stond hij er nog. Toen heb ik hem meegenomen. Mijn overbuurman John zei, ja, die rotzooi die komt er bij ons niet in hoor. Kik wel uit. Ik zeg, nou, ik zet hem alleen maar voor de sier in de kamer. En dat deed ik. Ik zette hem in de hoek naast de boekenkast. En daar stond hij prachtig. Kleurig. Fantastisch bij mijn interieur. Na een uurtje rook mijn kamer als een oude kroeg. Dat kwam van de waterpijp. Daar zat een keramieke dop op waar de tabak in moest en dan brandde.
Ik haalde de dop eraf. En ik zag hoe een klein kringeltje damp in steeds grotere cirkels door mijn kamer kwam en mijn hele kamer vulde. Het was een reusachtige geest. Salomo! Nooit zal ik jouw bevelen meer in de wind slaan. Meneer de geest, want ik zag natuurlijk dat het een geest was, meneer de geest. Salomo, hè? Die is al 3000 jaar dood. Wat bedoelt u eigenlijk? Salomo heeft mij in die fles gestopt. Maar wat dan? Ja, daar wil ik het nu niet over hebben. 1000 jaar heb ik in die fles gezeten. En ik zwoer dat degene die mij zou bevrijden, zou bedolven worden onder goudstukken. Maar niemand kwam. Nog eens 1000 jaar zat ik in die vervloekte fles. En ik zwoer dat degene die mij zou bevrijden, de koning zou worden van heel de wereld. Maar niemand bevrijdde mij. Nog eens 1000 jaar zat ik in die fles. En ik zwoer dat degene die mij zou bevrijden, een wisse dood zou sterven. En diegene, dat ben jij! Ik moest nadenken en wel heel snel. Ja, geest, ik begrijp het. Maar mag ik u nog één vraag stellen voordat ik sterf? Nou, vooruit. U bent zo groot. U vult mijn hele woonkamer. Ik kan mij niet voorstellen dat u in die fles heeft gezeten. Dat kunt u vast niet. Jij gelooft mij niet. Ha! Ik kan alles. En voor ik het wist, zag ik de geest indikken tot een dikke nevel en verdwijnen in de fles. En dat was het moment waarop ik had gewacht. Snel deed ik het keramieke dopje er weer op. En daar zat hij. Laat me uit! Maar dat deed ik dus niet, hè? Het flitste en het knetterde en het vloekte in die fles. Dus het maakte een boel herrie. Dat wilde ik natuurlijk niet in mijn huiskamer. Dus ik heb hem maar naar de kringloop gebracht. Daar bij Dijsselburg. Achter de gramma. En ik heb een Sanseveria in de hoek bij de boekenkast gezet. Maar pas dus maar een beetje op als je iets koopt bij de kringloop. Vooral een waterpijp. Dat was alweer aflevering 3 van Op Slot. Ik hoop dat u genoten heeft van de verhalen van Esther en Jetta en van de videoboodschappen en het prachtige lied van Guus Westdorp. Volgende keer zijn we er weer met nieuwe artiesten en hopelijk nog veel meer van die leuke videoboodschappen. En vergeet vooral niet om er zelf ook eentje op te nemen. En weet, als u daar hulp bij nodig heeft, dan kunt u gewoon bellen naar het telefoonnummer dat in beeld staat. En wij helpen u graag verder. Tot de volgende keer. Doei!